Of we dat ook kunnen behouden misschien, voor we het gaan slopen. Ik denk dat dat een warm pleidooi is. Ik wil Fred Josmeijer boven en Piet, mooi, beneden, juist heel goed Piet, hij kan het niet laten. Heel hartelijk bedanken voor hun prachtige dia-serie en ook voor hun. En we mochten geen bonnetjes geven, hebben we toch maar een boekenbon gekocht. Dus ook morgen kunnen jullie een mooi boek kopen, denk ik. Piet, ik heb liever een bon van jou, maar dan heb je nog een naar uit te wissen. Dan gaan we nu over naar het volgende onderdeel. En dat is het 1400ste, zoveelste lid. En ik zal even mijn papieren erbij pakken. Dames en heren, de laatste stand van het aantal leden, en dat is zeker na deze jubileumweek van de afgelopen dagen, is 1447 leden hebben we nu. Ja. Waar komen die leden allemaal vandaan? Nou, Bergen natuurlijk de meeste, Bergen aan Zee, Schorl, Alkmaar, noem ze allemaal maar op. Maar ik heb een hele lijst gemaakt met Amsterdam, Almere, Naarden, De Rijp, Krommenie, Andijk. Ik pak er maar een aantal hoor. Heemsbroek, Schagen, Dirkshoorn, Den Helder, Annapolona. We gaan door, Castricum. We komen in Velsenbroek, Wijk aan Zee, Haarlem, Adenhout, Heemstede, Noordwijk, Voorschoten, Leiden, Voorburg, Zevenhoven, Oestgeest, Bodegraven, Den Haag, Zoetermeer, Schipluiden, Kapelle aan de IJssel, Rotterdam, Woerden, Linschoten, Bilthoven. Dus waar praten we over, hè, met de Bergense Vereniging? Ik ga eventjes door, het zuiden, Tilburg, Eindhoven, Budel, Heerlen, Nijmegen. We komen steeds verder weg, maar we hebben ook buitenlandse leden. En we hebben namelijk leden in België, in Frankrijk, in Duitsland, in Portugal, in Canada, Aruba, Australië en Amerika. Dus. Yes. 1447 leden. En wie is nu 1447? Nou, u heeft het al eerder gehoord, dat is heel moeilijk te bepalen. Want welke envelop open je, welk telefoontje pak je. We hebben wat anders bedacht. We hebben gezegd, we vinden het jammer als iemand 10 jaar lid is en dan bijvoorbeeld niet gehuldigd wordt. En iemand die het net een dag is, wel. Dat vinden wij eigenlijk niet eerlijk. Dus wat hebben we gedaan? Alle namen van onze leden hebben we in deze plastic zak zitten. En we hebben burgemeester De Winter bereid gevonden om daar 1 naam uit te trekken. En die persoon gaat gehuldigen. En dat kan betekenen dat hij er niet is, of zijn, dan sturen we het op. En we hopen natuurlijk dat die persoon er wel is. En dan hebben we ook een mooie boekenbon voor en een mooie bos bloemen. Dus ik wil burgemeester Witte vragen om een naam te trekken. U mag even husselen. Ook de bestuursleden zitten erin, maar die zijn buiten mededinging. Dus als u die trekt, dan telt. Ja, ik zit er niet tegen. Dat doet u goed. Hoe is het mogelijk? Het is nummer 13. Waar is nummer 13? Dat is de heer W.L. Mars, Lagerwijkje 1 in Bergen. Is meneer Mars aanwezig? Nee, akkoord. Dan zorgen wij dat meneer Mars
zijn boekenbon en de bos bloemen krijgt. Burgemeester, mag ik u heel hartelijk bedanken. Ja. U mag eigenlijk meteen blijven staan, want we gaan meteen door naar het volgende onderdeel. En dat is het aanbieden van het straatnamenboek. En ja, wij reiken de eerste exemplaren uit. Eentje is natuurlijk altijd het eerst. En dat willen we aan, eigenlijk aan drie personen doen. Dat is in de eerste plaats Bob de Graaf. Dus ik wil Bob de Graaf graag naar voren vragen. Bob de Graaf, daar is hij. Bob van de Graaf. Ik word even gecorrigeerd. En we willen graag vragen Henk Jellema naar voren te komen. En de voorzitter, onze voorzitter, Jaap, als jij daar gaan staan, die gaat de eerste exemplaren uitreiken. En dat is in de eerste plaats aan Bob van de Graaf, omdat hij zo enorm veel werk van het boek gemaakt heeft. Hij was eindredacteur, hij heeft het basisplan bedacht. Nou, dat is een fantastisch boek geworden, heb ik gehoord. En daarom krijgt hij het eerste exemplaar uitgereikt. Zullen we eerst de andere opnoemen? Of? Ja? Nou, Bob heeft hem al. Bob. Als tweede wilden we het boek uitreiken aan Henk Jellema. Want Henk Jellema, het is al eerder genoemd, die heeft door zijn jarenlange publicaties in de Duinstreek, maar ook boeken die hij geschreven heeft, zo ontzettend veel bijgedragen tot het historisch besef van Bergenaren. Zeker ook bij mij. Ik lees het altijd wat hij schrijft, dat doe ik al jaren en ik leer er elke keer weer van. En wij worden zo goed ondersteund door Henk, dat we dit willen waarderen met het uitreiken van het straatnamenboek. En hij heeft het ook ooit bedacht om een straatnamenboek te maken. Dus bij deze, Henk. En als laatste willen wij het boek aanbieden aan de gemeente Bergen. Als symbool voor de gemeenschap van Bergen. He, want we houden allemaal van onze mooie bergen. En ondanks dat er misschien veel gesloopt en veranderd is, is het toch altijd nog een prachtig dorp. Als je tegen iemand vertelt, ik woon in Bergen, ja, dan zeggen ze, jeetje, wat mooi. En dan zouden ze er eigenlijk ook wel willen wonen. Maar ja, dat gaat nou helemaal niet voor iedereen. Dus bij deze willen we het aan de gemeente Bergen overhandigen. Burgemeester Paul de Winter. De burgemeester die wil even een paar woorden zeggen. Gaat u gang. In de eerste plaats natuurlijk heel hartelijk gefeliciteerd met uw jubileum. Toen mijn vrouw en ik vanavond hier naartoe kwamen, konden wij niet vermoeden, en dat gold voor velen van u ook, dat vooral ook de act voor de dia-voorstelling zeer geslaagd is. Ik zou het erin laten als ik u was. dat moet een enorme oefening geweest zijn om zo ver te komen. Zeer geslaagd. Even ten aanzien van het onderwerp van vanavond. Natuurlijk is het zo dat je, als je in een omgeving gewoond hebt, al jarenlang, dat je altijd moeite hebt met veranderingen. Toch zult u ook nu zien dat als u vandaag Bergen op de foto zet zoals het nu al is, u heeft nu een overzicht van vroeger en nu, maar als we nou eens 50 jaar vooruit zouden kunnen kijken, wat er dan alweer veranderd is, dan zul je zien dat de omgeving waarin je blijft altijd aan verandering onderhevig is. En of je dat nou leuk vindt of niet, dat houd je niet tegen. Eén ding, daar moeten we ons met elkaar van bewust zijn, dat de veranderingen die plaatsvinden verantwoord moeten zijn. En één ding moet je je ook bewust zijn, dat stilstand soms betekent dat je uiteindelijk helemaal niks meer doet. En dat kan in een omgeving waar je in leeft en werkt en woont ook niet de bedoeling zijn. Dus dat spanningsveld zal er altijd blijven. Ik loop daar ook niet voor weg. En ik wil nog één laatste opmerking maken, want u daagde mij daartoe uit. En dat moet u bij mij nooit doen, want ik krijg tegelijk antwoord. Van hoe komt het nou dat in Bergen niet een centrum is zoals dit?
een ruimte waar een paar honderd mensen, in dit geval 500 zelfs, gefeliciteerd met die enorme aantallen overigens ook nog, dat dat in Bergen niet is. Nou, ik wil deze uitdaging met u aangaan. Ik ben bereid die discussie aan te gaan onder één voorwaarde. Dat het in balans gebracht wordt weer met wat hebben we in de gemeente aan ruimte waar je zoveel mensen bij elkaar kunt krijgen. Dus de conditie is dat het dan in evenwicht gebracht wordt met de vier grote ruimtes die er al zijn. En ik zeg, een vijfde erbij lijkt me in ieder geval onverantwoord. Dus als het aantal van vier teruggebracht worden naar drie en één van die, en dat zou tot een nieuw centrum in de voormalige gemeente Bergen kunnen leiden, vind ik prima. Maar 4 + 1 = 5, dat is te veel van het goede. Je moet je zelfs afvragen of 4 al niet te veel van het goede is. Nou, die kritische noot moet ik toch maken. En dat soort overwegingen, daar bent u continu mee bezig. Daar is het gemeentebestuur continu mee bezig. Dat het gemeentebestuur zich op een aantal momenten dan bepaald niet populair maakt, ja, dan moet je niet in de gemeente gaan werken, dan moet je niet in het bestuur gaan zitten. Je bent daar om te besturen. En besturen is en blijft kiezen, en dat geldt ook voor de historische vereniging. En ik wens u daar tot in de lengte van jaren heel veel succes mee. Dank u wel. Burgemeester, bedankt voor uw woorden. U heeft gelijk, een levende gemeente, daar verandert een hoop in. En dat is ook goed, denk ik. En zeker voor de jeugd in Bergen. Ja, Kroon, die wil even wat zeggen. Ja, dat is heel kort, dames en heren. Dat is over de inhoud van het boek. In Bob van der Graaf eren we in feite een commissie die zo'n dikke 2,5 jaar bezig is geweest om dat boek inhoud te geven. Lily Hunter, die uit Utrecht als historica is gekomen, heeft het spits afgebeten en onvoorstelbaar veel researchwerk verricht. Bob heeft die teksten nauwgezet zoals die is, nagekeken, en we mogen het voor Bob wel bijna zijn Bergense levenswerk noemen. Nou. En Bob doet meer, want er zijn zelf ook chronieken verschenen waarin hij een duidelijke vinger in de pap had. Ook trouwens in de teksten van de nieuwsbrief. En dan krijgen we altijd op een nette manier via e-mail of de telefoon op onduvel. Bedankt Bob voor al die jaren. En dan de technici die dit boek vorm hebben gegeven. Henk Min en Gustav Verburg, ook weer een samenwerkend paar, wat zijn weerga eigenlijk niet kent. Het is ongelooflijk en ze doen dat al jaren achtereen. Mensen, bedankt. Nou, de boeken zijn morgen te koop in de boekhandel. U heeft allemaal een kortingsbon ontvangen. En die kunt u inwisselen morgen, voor zover u hem niet ingestuurd heeft, om aan deze avond mee te doen. Want ook dat is in sommige gevallen gebeurd. Dat is dan jammer, want dan bent u kwijt. Maar ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Maar morgen in de boekhandels. Het volgende onderdeel, en daar gaat eerst even het gordijn voor dicht. Maar er moet toch nog wat gebeuren, begrijp ik. En dan halen we ook even het scherm weg, dus dat kan even een paar minuten duren. Maar het volgende onderdeel is Antje van Midwoud. Zij is 5 jaar geleden ook opgetreden en in het West-Fries neemt ze Bergen en de Bergenaren op de korrel. Dus ik ben benieuwd. Wat vind ik een hoop bekende kopjes.
Vijf jaar geleden zaten we nog met z'n allen in de rustende jaren. Mensen, de historische vereniging bestaat al in 10 jaar en dat is zeldzaam. En jullie hebben al een tijd niet gepakt, dus we komen hier nog even een applaus voor. Wij waren naar de kerk geweest, naar de tentoonstelling. Het was een puur warm en warm druk, maar verschrikkelijk gezellig. Ik was er heel graag een beetje ontroerd door, want het was een weerzien van herinneringen die we met elkaar deelden die dag. Jannie Schutte die zo trots bij de Ruïnekerk zat en mijn broer Jaap Kroon die nog zoveel materialen had van de Tweede Wereldoorlog. En ik dacht we mogen blij zijn dat wij de vrede leven. Er werd wat opgepraat die dag. Schitterende dia's, foto's, er was te veel om op te noemen. Maar al die mensen die zich zo inspant hebben, wil ik hierbij een groot compliment maken. Want jullie hebben heel veel bergenaren een prachtdag bezorgd. Ik heb het trouwens nooit weten dat in 886 Kareltje de Kale Berg en Kennemerland zomaar wegsprong aan Durk, de eerste graaf van Holland. En in 1428 was de heer Jacoba van Beieren. Nou, die hield wel van een borreltje. Ze kwam bar graag in de cafeetjes. En daarom dacht ze, ik verheer Bergen maar tot een vrije heerlijkheid. Wat geniet ik altijd van dat schitterende blad. Neem nou dat stuk over de rust. Nooit joh, alle herinneringen kwamen weer boven. Dat ik als jonge meid met vriendinnen allereerst een rondje om de Ruïnekerk deed om een jongen uit te zoeken. En mijn leven lekker dansen voor. En dan naar de wijnfeest in de rust. Met een machtig stukje muziek. Wil je me kan erbij komen staan en nu dreunde in je oren. Wat een genoeglijke tijd was dat met al die bergen. Nou heb ik Gusto, dat is ook een mooi gebouw geworden, dat het centrum weer opvult, een mooie supermarkt en eindelijk een parkeergarage. Maar wat benijd ik de Schorelse bevolking. Want die hebben deuze gezellig drinken. Want was mis ik verlegen erg een theatertje in Bergen. Weer alle verenigingen ook kennen treden. Want een evend in de blinkert met bal na, nou dat is een feest. Het schept een band. En brengt de bevolking nader tot een ander. Ze hadden misschien een cent voor de poort. Beter dan sucks kennen misschien. Het wapen van Bergen schiet ook nog niet erg op. Nee. De hotelgast kan de overkant. Hebben we elk jaar hetzelfde uitzicht. En die Duitse toeristen noemen het al, dat is Picasso House. Blij ben ik dat Bennet van Welzenes zo mooi zit in het oude VVV-gebouwtje naast het postkantoor. Die kennen de letters nog zien in de ramen. En de mensen de Brink, wat lijkt hij er troosteloos bij. In het verleden was het een zaak waar zoveel bergenaren en toeristen elkaar ontmoeten. In gelofte van de gastvrijheid van de familie Tilstra. We missen dat kwart. Met het winkelbestand in Bergen kennen we rijk te wezen, want hier komt een hoop volk op af. En de markt om de Ruïnekerk is een feest. En al die harde werkers staan er nou lekker ruim. En de ambulance en de brandweer kennen er nou bij als het nood geeft. En in de Ruïnekerk, wat is die opknapt? Ter planuur. Naar de entree mag er wezen. En ging Ryan weer voor dat ieder plashuisje. Maar
armoe zag ik altijd met wel er eens een paar mensen achter het muurtje schieten. Sticht gewoon zich heen kijken om van de hoge nood af te komen. We ben in de les nog mee geweest naar de boerderij van Zwakman. En dat was heel best georganiseerd door de historische vereniging. Wat kon Boer Zwakman genoeglijk vertellen. En Zwantjes keen. En wat was het prachtig mooi op de voort. En de gastvrijheid van mijn familie, die was geweldig. Een kopje thee, wat een cake en dan een dia voorstelling. Wat een plekje, daar moeten we zuinig op wezen. En dan een loopje door het rampenbos. Zo'n bos wordt alleen nog maar mooi als het oud is. Wij niet. Mensen, met de fusie gaat het allebei wat moeizaam. Als we dus met elkaar goed uitpraten, schijnt er een hele toer te wezen. En dat is spijtig. Wij zijn trouwens wel de enige gemeente in België die zomers ook de winter hebben. Vanwege die rottige mobieltjes. Zo'n rekening kan puur oplopen. En de les liep ik ook achter zo'n meisje aan. En die liep maar te zwessen in dat ding. Ja, met mij, ik ben in Bergen. Wat ik ga doen, dat weet ik nog niet. Ik ben een beetje wandelen. Het is hier droog. Hoe regent het bij jou wel? Wat ben jij aan het doen? Ook niks. Maar ik dan straks nog even doei. Ja, zo gaat dat. Je moet dus zo'n kring alleen nog voor noodgevallen gebruiken. Normen en waarden. Respect voor je medemens. Dat sport er ook nog wel eens aan. Sommige wijfjes in die grote zippies en werken hier aan je auto met zo'n van de sokken. En dan die scootertjes die zo hoog opvoerd binnen. Die gieren door het dorp tot laat in de nacht. En daar ken ik me zo neidig om maken. Er wordt ook veel geld leend tegenwoordig. En Sint-Piet de Haan had ook geld geleend van zijn buurman. En dat was al een tijd geleden. En Sint-Piet was net op het erf aan het schoffelen tussen de planten toen buur eraan kwam. Sint-Piet zei, man, ik heb het geld nog niet. Je kan er mijn fiets van nemen. Buur zei, dat oude roestige ding, dat hoef ik niet. Neem hem mijn hond. Zij zien me. Ik prakteerde niet over, zei het buur, dat ik dan blind en dan mank ook.
Misschien als hij het neemt en mijn vrouw maar. Die zit in de keuken. Nou mensen, na 5 seconden vloog Buur de keuken weer uit. Hij zei op een gegeven moment toch die hond. Onderkinnen verwijderen en wangen opgehoven. En dat is dan zo eigenaardig, dan kan je vaak bar goed zien. Want als die vrouwtjes lachen, bewegen die wangen niet mee. En met de tijd zakt de hele boel weer in mijn handen. En ik kan je weer in. En wat te denken in deze tijd van de Viagra-pil? Rest kwam er een reiziger bij een benzinepomp. En de eigenaar hielp hem even. En die reiziger bekeek die man eens. Hij zei, joh, wat heb jij een blauwe wang? Een ongeluk die had soms. Nee, zei die eigenaar, ik ben aan de Viagra-pil. En dat bevalt best.